Hi allemaal, mijn naam is Betty Lildrum. Ik ben trainee docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Vandaag zal ik jullie, de studenten, laten zien hoe mijn leven er momenteel uitziet tijdens deze coronaperiode. Ik besef dat het een hele moeilijke periode is waarin jullie veel online les krijgen, heel weinig contact met elkaar hebben. Maar daarin wil ik jullie ook laten zien hoe dat voor een docent eruit ziet. In dit geval ben ik dat. Ik denk dat het heel belangrijk is om te roeien met de riemen die we hebben. We moeten er echt allemaal het beste van maken en het beste eruit halen. Maar dit is dus hoe een docent deze periode meemaakt. Ik woon in Amsterdam-West samen met mijn man. En in maart verwachten we ons eerste kindje, dus ik ben in verwachting. En vandaag laat ik jullie zien hoe mijn werkdag eruit ziet tijdens deze coronaperiode. Nou, de les op de faculteit die zit erop. Ik ga nu naar huis om de twee online les te geven en daar verder te werken. Mijn werkplek is in de woonkamer. En dat komt omdat ik eigenlijk heel erg mijn ruimte wil nemen om te kunnen werken. En de woonkamer is daar de beste optie voor. Vooral ook omdat ik tijdens een werkdag eigenlijk alleen thuis ben. En daarvoor heb ik dus de eettafel heb ik in beslag genomen. Hier ligt al mijn apparatuur. Aan het eind van de dag ruim ik het wel altijd op en ik maak het netjes schoon. Zodat ik de volgende dag eigenlijk gelijk kan beginnen met werken. En dan niet opnieuw hoef schoon te maken. En ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Dit is hoe mijn werkplek eruit ziet. Hier ligt al mijn apparatuur. En daarachter liggen mijn spullen die ik vaak nodig heb, waarvan ik niet wil dat ze op mijn bureau liggen. En ik heb hier dan ook nog een mooi bos bloemen voor een mooi uitzicht. Een tip die mij heel erg heeft geholpen gedurende deze coronaperiode is om heel bewust mijn pauzes in te roosteren. En dit zijn dan momenten in de dag waarin ik bijvoorbeeld een wandeling maak of waarin ik even een lunch voor mezelf klaarmaak. Zodat ik voor mezelf ook weet dat ik er even tussenuit ben geweest en dat ik in de middag weer eraan er tegenaan kan. En om te voorkomen dat ik vergeet om een pauze te nemen, werk ik aan de hand van een planning. En op deze planning werk ik dus voor mezelf uit hoe laat ik pauze ga nemen. Ook vandaag maak ik lekker een wandeling tussendoor om tot mezelf te komen.